Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Almelo. En hier had je zo'n gebouw met van die 3D effecten, dus dat was wel mooi. En je had hier ook nog de fietssnelweg, dus dan kan je heel snel weg fietsen uit Almelo. Dus dat was wel goed bedacht. En toen wilde ik naar de stad, maar dan moet je eerst hier helemaal heen lopen over deze stoep. Maar je had hier wel iemand die had geprobeerd deze boom uit te graven, maar dat was niet gelukt. Dus dat was wel jammer. En hier heb je ook nog zo'n brug met van die rare vormen, maar dat was wel mooi. En hier werd het wel leuker, want toen was ik op de boulevard van Almelo en hebben ze zo'n hele grote A van Almelo, omdat dat ook wel is waar ik was. En hier had je dan die boulevard waar je overheen kan lopen. Dus toen ging ik daar naartoe. Maar toen had je hier wel nog een terras op een boot en allemaal andere dingen bij het water en zo. En hier had je het huis van Katoen en Nu, dus dat was echt super grappig bedacht. Want hier kon je wel ook door een overdekt winkelcentrum heen, want dat hadden ze ook hier in Almelo. En je had ook nog Hilarius Broekhuis, maar toen ging ik goed kijken, toen was het een boekhandel, dus dan konden ze het beter Boekhuis noemen eigenlijk. Maar hier ging ik dan door de winkelstraat lopen. En toen hadden ze hier de zomersale en toen hadden ze allemaal gezellige bloemen erop gemaakt op dat bord, dus dat was wel goed bedacht. En hier had je wel een echt broekhuis, dus hier hadden ze wel gewoon broeken, dus dat klopt dan wel beter. Maar hier kon je ook nog zitten op van die betonnen blokken. En hier was wel een mooie fontein in Almelo, maar er waren eigenlijk ook meer een soort kranen. Want het was ook leuk dat je hier een soort attractie had waar je met z'n tweeën op kan, want die gaat best hard ronddraaien. En hier hebben ze nog een soort zitplek gemaakt voor als mannen moeten wachten als hun vrouw aan het winkelen is. En hier was de Stars massageschool, maar dat leek meer een soort rijschool of zo, dus toen snapte ik het ook niet. En hier heb je nog goede fashion voor als je wil shoppen in Almelo, kan je dit kopen. En hier hadden ze een poster gemaakt omdat ze nieuwe gezichten wilden. Dus dat was wel leuk bedacht dat ze echt dat gezicht zo eruit geknipt hadden. En dit was ook wel een raar kunstwerk, maar dat was meer een soort metalen ding met een steen. En hier kon je ook nog je kano huren voor een leuke rondvaart door Almelo. En hier heb je het wokcenter, dus dat was ook wel gezellig. Als je hier wil wokken, dan kan je hier naartoe om te eten. En hier moesten ze de etalagepop aan een ketting hangen, want ze hadden geen benen. Dus toen moesten ze zo ophangen. En hier kan je ook op zo'n slinger zitten. En je had ook nog hier een soort openluchtpark met allemaal kunst. Dus dat was wel mooi, want het was een soort openluchtmuseum en zo. Dus als je hier een keer naartoe wil, moet je hier ook naartoe. Want dan kan je hier kunst kijken zonder te betalen. En hier van dichtbij nog meer. Maar je kon ook hier nog deze MC de Kolk zien. Maar ik wist niet echt wie die MC was, maar ik denk hij, want hij kan wel goed rappen, denk ik. En hier heb je nog een muur die helemaal kapot was, dus dat was wel lelijk. Maar toen was het wel mooi dat hier wel echt mooie kunst stond, want dat is zo'n metalen of een stenen ding. En hier kan je zorgen dat je ook een accent krijgt als je in Almelo wil wonen en dat was het, doei.